De politie is op zoek naar drie jongens die meer kunnen vertellen over de brand in de sporthal van de Vensterschool aan de Eikelaan op vrijdag 7 oktober van dit jaar. Er zijn videobeelden van vrijgegeven. Anderhalf uur voor het uitbreken van de brand zijn daarop drie tieners te zien. Stadjers die het trio herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. De brand brak rond 9 uur 's avonds uit. In de sporthal was een van de matten in brand gestoken. Door de brand kon de sporthal een aantal dagen niet gebruikt worden. De schade bedroeg 500.000 euro. De bussluizen die vorige week werden aangelegd op het Zernike-complex zijn nu al beschadigd. De sluizen zijn gisteren in gebruik genomen en moeten ervoor zorgen dat bussen minder hard over de campus rijden. De schade is mogelijk ontstaan doordat een bus er met te hoge snelheid doorheen reed. Ook bussen met lage wegligging of stiekem door de sluizen rijdende auto's kunnen het probleem hebben veroorzaakt. In verband met de schade aan de sluizen mogen bussen tijdelijk van weerszijden over de Zernikelaan rijden. Coffeeshophouders betalen in 2015 1650 euro voor een exploitatievergunning. Dat is 17 keer zoveel als dit jaar. De gemeente zegt daarmee het aanvragen van zo'n vergunning kostendekkend te maken. De hoge kosten worden veroorzaakt omdat bij dit soort vergunningen een onderzoek gedaan wordt door het landelijk bureau Bibop. Het bureau onderzoekt of er kans bestaat dat de vergunning misbruikt wordt voor criminele activiteiten. Dit jaar betalen coffeeshophouders nog €97,30 voor een vergunning. Het stadsbestuur wilde zelf het tarief volgend jaar al verhogen naar €874, maar heeft het voorstel van de gemeenteraad overgenomen om het tarief in kleinere stapjes te verhogen. Ik denk dat de goede er belang bij hebben dat de slechte eruit worden gefilterd met Bibop-onderzoek. Dat brengt bepaalde kosten met zich mee. Ieder moet ook weer betalen voor wat hij aan kan bieden en waar hij mee verdient. En dat geldt ook voor coffeeshophouders.